Waar we kwaaltjes oplossen. Ja. Kwa voor eigenlijk voor iedereen. Ja. Dat laten we wel zijn. Het gaat dat niet, uh... doen wij door middel van onze eigen ervaring en kennis. Hm. Dat is wel ja. belangrijk om even te melden. Want wij zijn geen arts. Nee, nee, nee. nee. En we zijn ook niet zo'n professor of zo. dus We hebben levenswijsheid, hoop ja. ik. Dus uh, wij zijn eigenlijk die perfecte tussenlaag. Ja. Als je niet naar de dokter wil gaan en denkt: dat internet, ik weet het allemaal niet het is meer. Is ook heel eng? Daarom. Dan kom je naar ons. Ja. Heel graag. En dat kun je dus doen door een DM uh, te sturen naar ons Instagram-account, Isa en Medina. Um, kan ook anoniem. Kan ook zeker anoniem. Ja. En dan wordt die natuurlijk doorgeschakeld naar onze telefoon. En als je het anoniem doet, hoor je natuurlijk een andere stem. Dat je niet denkt: dat ben ik helemaal niet. Nee, dat klopt dan. Nee. Nou, we hopen dus dat Debbie uh, echt heel erg blij is met onze ervaring. Dat hoop ik, uh, de, de oplossingen vooral. En uh, het blijkt dat we best veel meer vrouwen blij hebben gemaakt, want we krijgen best veel reacties, bijvoorbeeld deze: ja. Maaike blij 75 die zegt: Jee, dat, <laughs> dat is al verte. goed, dat is fijn. Ik miste jullie al in Podcastland. Als beginnende overgangsklager oh. vind ik dat er naast jullie boeken die ik gevreed heb ellendig weinig goede en relativerende overgangsinfo te vinden is. Ik ben fan en geef jullie. Wat denk je? Ja, ga je dat nou mij vragen? Oh, King vijf sterren! Oh, echt waar? Jee! Dank Doe je me wel, maken, Daar zijn ja. wij ook blij. Ja, zijn toch ook blij? Ja, heel leuk. Nou, kom maar nou, door met de volgende. Ik heb er zin in. Ik ook. Ja, ik zie echt, het aan je. Soort, uh... Hoe is het uh, sinds de uh, afgelopen keer eigenlijk met je? Kut? Oh, zeg ik het weer? Ik mag niet schelden. Mijn moeder belde me nog. Niet zoveel schelden Medina. Echt? Ja, het komt er zo uit. Ja, nou, je hebt al al weer tot het alweer gezegd. Ik heb een Maar vertel dan heb... maar, leg dan maar uit waarom je die drie letters uh, gebruikte. Oh, nou. Ik had best een drukke week qua afspraken. Wij moesten ook echt wel aan, aan de bak, hè? Mm -hmm. veel webinars enzovoort. Uh, mijn zoon zit nu in de toetsen, toetsenweek oh, ja. en die werd ziek. Oeps. Omdat hij stress had. Oh, ik ja. het al. Ja. ja. En ik voelde, hij had buikpijn, hoofdpijn, uh, kon s'nachts niet slapen, dus ik ook niet. Hè? Want, ja. uh, en ik moest thuis blijven dus ik heb iets van ik bedoel meestal kan ik drie ballen in de lucht houden nu had ik er iets van acht of zo en op een gegeven moment dacht ik weet je wat ik laat gewoon al die ballen vallen ja en Toen ben ik eigenlijk bij mijn zoon gaan zitten uh, ben ik een meditatie met hem gaan doen ik dacht die kinderen een kind van elf wat al stress heeft dat is natuurlijk belachelijk maar dat komt omdat die school is onregelmatig. En, en dan ineens moet ze een toets doen. Hoppa. Ja, logisch dat ze dan stress hebben. Hey, en meditatie, dat is iets waarvan hij denkt... Tuurlijk, mam. Laten we even een meditatie doen. Of denkt hij... Mant? Nou, ik denk, daar heb ik ook nog over nagedacht. Normaal vindt hij dat echt... Mama, doe even normaal. Maar omdat hij nu wat kwetsbaarder was, stond hij er meer voor open. Dus oh, ik dacht... Ik ik hij nee kon geen nee zeggen. Hij was gewoon zo ziek. Maar hij vond het zo fijn daarna. Oh. Dus ik heb wel een ingang naar mijn kind nu... Om wat meer dit te gaan doen. Er zit nu een dolfijntje in zijn hart. Uh, nou. Hoe heet het dolfijntje? Dat weet ik niet. Het oh. zijn dolfijntje. Mag die zelf een naam hebben? Ja. En toen. Oké, okay, sorry. Omdat ik dus uh, ook tijd. Uh, even voor mezelf had. Heb ik een serie gekeken, een documentaire gekeken. Reference Man. Ja. Mm -hmm. Sorry dat ik zo enthousiast doe. Ja. Oké, okay, komt zo. Ja. Nou, en ik vind het eigenlijk best wel belangrijk om het daar even over te hebben. Oké. Okay. Wat is een Reference Man? Dat is dus eigenlijk de standaard man waar de hele maatschappij op gebaseerd is. Een witte man van tussen Ongeveer... de leeftijd 20 tot 40. Ongeveer 1,70, 80, ja? Hè? Of 1,80 meter 80, Slank. 80. Slank gebouwd, ja. Daar is de hele wereld waar wij dagelijks mee te maken hebben op, op gebaseerd. Ja. Dus op het moment dat wij vrouwen of wij uh, van een andere cultuur de deur uitstappen... komen we dus eigenlijk in de wereld van die reverence man. En eigenlijk in conflict. Meteen. Dus wij voelen continu al dat we ja. niet veilig zijn, dat we niet gewend zijn... dat we uh, ons moeten aanpassen. Dat is in de medische wereld, dat zit in het dagelijks leven, op de werkvloer... In de technologie. Dus ik was echt een beetje in shock. Het zijn vier afleveringen. Ja. Ik heb er twee en half gezien. Oh, ja. Ja. Heb jij ze alle vier ja. al gezien? Ja. 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 Het is super interessant, maar ik vond het ook shocking. Shocking. De serie is uh, eigenlijk pas in januari uh, op tv, dus je kunt okay. hem uh, NPO gemist. Ik vind eigenlijk dat iedereen deze ik ook. serie moet zien. Man en vrouw. Het is wel echt handig om die serie te gaan kijken. En goed idee is als we uh, even het linkje in de beschrijving van de podcast zetten. Onder de podcast. Onder, ja, dat gaan, gaan we doen. Gaan we doen in de beschrijving. En daar zit het linkje dan. Met je eens. Goed zo, fijn. deze moet je zien. Ja, man en vrouw, want, want maar het ook gaat kinderen. Het, ja, maar het, precies. Het bewustzijn. En volgens mij is dat wat jij net zei over Jonathan: uh, dat we onze kinderen veel meer bewust mogen maken van de situatie. Want hoe was mijn week? Nou, oh ja. Leuk dat je het vraagt. Um, ik had eigenlijk een beetje hetzelfde als jij. Vlinder had haar SE week. En ja. SE week is het uh, voor-examenjaar. Uh, en dan telt zo'n week of die cijfers van die toetsen tellen mee voor je eindexamen. Ja. Wel naar school. Niet naar school. Dat is de afgelopen tijd geweest. Ja. Ja. Thuiswerken. Um, ineens komt er een variant waarin iedereen ziek wordt. Uh, wel lessen, geen lessen, uh, online, nee, hoeft niet, want sorry, het is kunnen ze wel. Het is zo'n chaos en eigenlijk kwam die piek van ziekte vlak voor die toetsenweek. Ja. Wat heeft school nou gedaan? Niks. <laughs> en ik had gedacht, zij gaan zeggen, weet je wat, we stellen dat een maand uit. Ja. Of bekijken we. Ja. Dus er zaten een aantal kinderen op school, waaronder Vlinder, want wij hadden in december allebei al corona gehad. Dus wij kregen deze even lekker niet. Maar daardoor had zij wel veel meer stress. Ja. Veel meer stress, veel meer paniek. Ja. Vooral door de vaagheid. En dan denk ik, oh, arm kind, arm kind. Dus ik had, ik had wel een beetje datzelfde gevoel. Ja. O. O. Hallo. Goed zwaar. ja. Hi Isa en Medina. Ja. Dit is Mirjam, 52 jaar ik uh, heb een, een open hart operatie gehad mm. uh, twee jaar geleden uh, wat uh, nou ja heel veel complicaties heeft gegeven maar ik heb het overleefd ik uh, was vroeger heel seksueel nou ja als het niet hoeft dan uh, vind ik het ook allemaal prima mm. en nu vraag ik me af heeft het ook mee te maken met mijn operatie of heeft het met de overgang te maken uh, ja, ik doe er wel heel veel aan zelf, maar toch. Oh, dat was het. Maar toch. Dat was ook heel snel. Ja, dat doet heel veel aan. Wat doet ze allemaal? Ja. Nou, uh, Tony heeft uh, onze assistent die heeft wat informatie uh, opgezocht voor Mirjam. Oké. Okay. En um, ik ga het even voorlezen. Ja, ik ben benieuwd. Moet je horen. Als je voor een langere periode geen zin in seks hebt, spreken we ook al van een verminderd of laag libido. Ja, mm -hmm. dankjewel, Tony. Klopt. Helder. Ja. Zowel mannen en vrouwen hebben wel eens te maken met een laag libido. Maar bij vrouwen komt het vaker voor en kan het worden veroorzaakt door de overgang. Het is dan ook belangrijk om te erkennen dat het verlies van libido tijdens de overgang veel voorkomt, bij maar liefst 20 tot 40 procent van de vrouwen. Zo. Ja. Lullig, voor ons. Grappig Tips. Woordens, hè? Grappig woord, Tips van Tony. Ja, ja. Kies voor lustopwekkend eten. Oh, sorry. <laughs> ja hoor. Chocola. Chocola? Ja. Oesters. Oh. Maar ook makka. Dat is, wel, dat is een superfood. Dat ken ik. Truffels. En appels. Ja, truffels. Lekker elke dag truffels kopen. Truffels even zo eten. zoeken in de aarde. Ja, lekker duur. Ja. <laughs> Leven rijke mensen dit. Uh, wees open en eerlijk tegen jouw partner. Mm -hmm. Mm -hmm, makkelijker gezegd dan gedaan. Voel je sexy? Trek mooie lingerie aan. Nee, je voelt je niet sexy. Nee, daar gaat het nou net over. Oké, okay, bedankt. Ja. Goed tip. Drink samen een glaasje wijn. Om de scherpe randjes eraf te. Halen. Oh, wij moeten echt met Tony zitten een keer. Want dit gaat helemaal niet goed. Nee, Tony, Tony. Hij is wel knap. Ja, hij zeker. blijft knap. Stop met bepaalde geneesmiddelen, zoals antidepressiva, de pil, bloeddrukverlagers, beta-blokkers en cholesterolverlagende middelen. Ja, dat is wel waar. Nou ja, zomaar stoppen. Dat, dat is ook gewoon. Nou, hoe hem kan niet dat zomaar? nou? Is zijn dit zo? Ze heeft zelfs een open hartoperatie. Ja, dit zijn ze. Oh, wat, nou, dat is echt iets oh, om Thornie? even over door te praten. Nou, goed, dus Tony je ook even gaat luisteren naar deze podcast. Kijk, wat ik allemaal dacht toen ik er net hoorde. Ja. Nou, ik dacht heel veel. Ja. Um, ten eerste zijn wij geen... Wij kunnen niet iets zeggen over die, over die open hartoperatie. Ja, wat fijn dat je er nog bent. Want dat is wat ze ja. zei, ik ben er nog. Ja. Uh, of het daarmee te maken heeft, ja, dat kan. Want je kan natuurlijk bang zijn geworden. Maar dat is maar wat deze leek denkt. Ik denk dat ze gewoon last heeft van de overgang. Sowieso, ja. En wij weten niet haar symptomen. Maar uh, wij weten wel van heel veel vrouwen... dat ze het allemaal niet meer zo leuk vinden... Ja dat je uh, door nachtzweten... doordat je eventueel dikker bent geworden hè, van de overgang... doordat je... Ja, je voelt je gewoon onaantrekkelijker. Ja. En dat is wel een probleem. Mm -hmm. En dan met een glaasje wijn gaan zitten... en al je weggooien in een week. Ik weet niet of dat gaat helpen. Nee, nee. Nou, ik denk dat het heel goed is voor vrouwen in de overgang... om te weten dat er gewoon ook letterlijk een seksuele klachtenlijst is. Die is best groot. En die is... Uh, Best pittig, maar ook heftig als je daar last van hebt. En de meeste vrouwen hebben hier last van. En dat is even uit mijn hoofd, dus gewoon even kennis delen. Um, de vrouw is meestal overbelast. Ja, dus dat betekent, wat jij net al zei, van als je uh, slecht slaapt, uh, als je werkt en je hebt kinderen en het mantelzorg, etc. Dan heb je echt om negen uur 's avonds geen zin seks, dan wil je gaan slapen. Ja. Uh, de vrouw kan last hebben van vagina de droogheid. Dat is een echt klacht nummer 1. Ja, 55%, 55 van de vrouwen moeten we echt weten. 55% ik herhaal het nog een keer. 55% van de vrouwen heeft hier last van. Ja. Wordt daarover gesproken? Nee, nee niet echt. Want je schaamt je ervoor. Precies, dat is niet leuk. Nee. Uh, daarnaast uh, kun je last krijgen van atrofie. Dat is een heel mooi woord. Je maar je moet niet. er geen hein, last van hebben. Dat is namelijk het dunne worden van je schaamlippen. En sowieso dat hele gebied. En dat kun je merken aan dat je ineens zadelpijn hebt. Ja, dat is toch ook zoiets? Waar, daar kwamen wij toch een ja. keer achter? Dat ja. je denkt, of, t, of de strakke kleding. Kan je, daar kan je ook last van Doet krijgen. Dat gaat allemaal pijn doen. En oh, je kunt zo. sneller last krijgen van infecties. Omdat je flora, je fauna. Nee, je flora. Verandert? Je vagina flora uh, wordt minder zuur. Waardoor er. Sneller bacteriën welig kunnen gaan tieren. Kijk, ja, je brengt het heel mooi. Ja, ik, ik probeer het altijd ietsje mooier te maken, want het zijn hele vervelende klachten. Ja. Het is een pittige opzomming, maar even 20 tot, de, 20 tot 40 procent van de vrouwen heeft hier last van. Isa, hoe heb jij hier last van? Nou, daar kan ik eigenlijk heel kort over zijn, nee. Want ten eerste ben ik alleen. Ja. En ja, dan kan je denken, maar dan kan je nog steeds seks hebben, maar dat heb ik ook niet. En ik heb gewoon die klachten niet. Er, er is een heel klein groepje die zelfs uh, libido verhogend ineens zich voelt. Oh, ja. van, oh, okay, ook dat heb ik een tijd gehad. Nou, dat hielp dus ook niet, oh, want oh, ik was nog steeds alleen. <laughs> dat is lullen. Oh, ik heb er echt zin in. <laughs> ik ben niet iemand die dan zo op straat niet, een man uh, naar binnen nee? trekt. Mijn, mijn hut in. Of een escort. Nee, dat, oh, dat, ik zou willen dat ik dat nu oh, ging vertellen. Ik kan, ik kan het je cadeau geven. Oh, oh my god. Hoe zij dat vinden? zou ik dat doen? Ik weet het niet. Oh, wat oh, heftig. Maar, en dat je dat dan bij de volgende podcast gaat vertellen? Nee! Nee, <laughs> oh, God, nee zeg. Oh, ik word er nu al nerveus. Ja, van. merk het. Um, prrr, ga meteen op mijn handen zitten. <laughs> ik weet niet waarom. Ik vind het een heel eng idee. Omdat ik denk dat, dat zo'n man gaat natuurlijk alles, hoe geweldig ik ben, hoe leuk ik ben. Dan denkt hij, ja, ben je voor betaald. Ik voor betaald. Ja. Dus, oh, ik dus je geloof dat je kan niet mee. Dan Hélène in het heeft verhaal het wel gedaan. Helene van Rooijen heeft ooit een Gigolo uh, ingehuurd. omdat ze daarover ging schrijven. Oh ja, je mm -hmm. mm -hmm. reden. Mm -hmm. um, dus, en zij heeft dat gedaan. Zij vond het volgens mij fantastisch. Ja, oh ja? Ik ben natuurlijk toch, wij zijn allebei een beetje tuttig hè, in beetje dit preuts. soort. Een beetje preuts. Ja. Ja, ik kan er niks aan doen. Ik denk dat ik echt de hele tijd denk. Laat nou, maar kopje liefde thee. zonder. Of, of seks zonder liefde vind ik. Dat, nee. dat heb ik nooit zo goed gekund. Ja, ik wel toen ik jonger was. Vertel. <laughs> ja, en die ja, het. het hem, dus echt zo, echt, oh, dan nou moet er een verhaal he? komen. Nou ja, dan, toen kon ik dat wel makkelijker met drank op. Maar oh, ja. ik natuurlijk nu ook niet oh, meer zo aan doen, want daar kan ik niet goed tegen. Dus ja, ja gebeurt er ook niks. Nee. Oh, het is eigenlijk zo terug allemaal. En jij? What? Wat? Zit jij in die groep? Zeker. Ik zit ja, echt ik uh... weet het eigenlijk natuurlijk. Ja, ik wel. heb echt. Uh, ik ben echt de loterij een loterij gewonnen ik, daarmee. Ik, lo oh, dat is leuk dat je ja, dat zegt. Ja. Je leuk. de loterij gewonnen wat betreft seksuele klachten. Is er, is er iets wat je niet hebt van de klachten? Um, nee, maar ik, ik ben wel, sinds ik het weet, dat, dat ben ik er wel mee aan de slag gegaan. En ik zie echt, aan elk, voor elk klachtje is er een, iets te doen. En echt dat, voor elk klachtje? Ja, echt voor elk klachtje. Oké. Okay. Ja, wat... Um, Volgens mij heb ik het al een keer verteld in de podcast. Dat ik, ik kwam dus in de overgang toen ik geen partner had. En ja. toen kreeg ik een partner. werd ik heel erg verliefd. En dan ga je natuurlijk vrijen. En ik schrok echt heel erg van mijn lichaam. En dat daarna, na die wilde eerste nachten, dat ik echt dacht: van, Ik heb ontzettende pijn. En dat bleef ook maar. En in het begin vrij je nogal veer, veel. Denk dus je, ik, daar ligt het aan. Ja, ja dus ik, ik bleef maar in, in die pijnlijke. Zo zitten. En op een gegeven moment kwam ik mede door ons eigen boek en ik ging naar een overgangsconsulenten en zij zei: van ja, die klachten, dat hoort erbij, daar heb jij dus last van. Ook atrofie, ja. uh, vaginale droogheid. Uh, toen ben ik zelfs zo stom, ik was zo bleu daarin, ben ik naar een seksshop oh ja, gegaan. Dat weet ik nog. Ja, neem oh, ons even mee. Man, neem man. ons even mee. Nou, Hij oh. liep naar binnen in die seksshop. Nee, of liep je er dus, drie keer langs? Nou, het, mijn overgangsconsulent ah, had gezegd: Nou ja, ga gewoon glijmiddel halen. Ja, en dan nou. gaat, denk ik, negen van de tien vrouwen gaan, denk ik, naar de drogist. Apotheek. Ja, of online gewoon. Of online. Dus dat je het anoniem kunt bestellen en het wordt gewoon afgeleverd in maar een wat doosje. Jij? Ik ging naar de seksshop. Want ik dacht. Ja, nou ja, dat, daar dus ging Ik in stond de... in die seksshop als je merk, even iets meer druk. Oh, okay. Dus dat was ook heel soms. Dus heel veel mensen die dachten echt van, nee, die ken ik. <laughs> Zij, voor rol, nee, voor, het is meest, voor rol. Terwijl is ik rol. daar stond, dacht ik echt van, oh kut, het is heel onhandig. Ja. Mensen herkennen mij nu. En die vrouw, die kwam dus ook naar mij toe en die dacht echt van, kip, ik heb je. Wat leuk dat jij hier bent. Ah, lekker geldijfje. Die ging niet al allemaal. Nee, het de... was een vrouw. Ja. Nou, kan ze toch denken, wat een geel wijf. Zo leuk, zij komt hier gewoon open. Zij durft dat, dat echt. Dus zij ging echt halen. heel uitgebreid maar alles uitleggen... over wat voor soorten glijmiddel er waren. En ik stand, en ik, 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 Oh, je hebt eerlijk gezegd... ik heb last van vaginale droogheid. Hè, zei, ik ben ik... op zoek naar een glijmiddel. Oh, okay. En wat is dan... Een... En ik wil eigenlijk zelf gewoon een glijmiddel pakken en dan betalen en wegwezen. Maar zij pakte mij dus vast. En ze zei: Ja, want je hebt natuurlijk verschillende soorten. En dan op opende ze zich zo naar. <laughs> ze vond het gewoon leuk. Oh ja. ja. En ik, ik denk dat dit een van de meest chante situ uh, situaties in mijn leven is. Kan me voorstellen. Ja. Ik en dan daarna thuiskomen en echt denken: van... Waarom heb ik het niet gewoon online besteld? Ja. Waarom heb ik dat niet gedaan? Omdat. Zoveel schaamte zit erop dat je hersenen uitgeschakeld worden. Ah, bij jou wel. Nou, niet dat snap ik, maar ik bedoel. Nee, bij jou dat jij dus dan toch nog zo'n seksual binnenloopt. Dat is dus. Ja, maar wel dat extreem. is. Vind ik, mag ik even iets. Ik vind ook goed dat ik wel als er iets is, ga ik wel ja. iets ondernemen. Dat doe ik altijd. Ja. Het is weer wat onhandig en daar had ik het al over. Ik ben wat onhandig. Nou, dit was mijn genante. En dan moet je. Oh ja, weet je wat ik ook erg vond. Misschien hebben vrouwen dat niet, maar dat je dus voor het eerst die, dat glijmiddel gaat introduceren oh, in je. Ja, ik moest zeggen. Vroeger was dat met een condoom, hè? Ja, dat je dacht. Maar dat deed een man dan. Ja, ja, ja. Vond ik interessant. Dacht ik, oh, dat is lekker. Dat, dat ik is lekker voor jullie. Doen. Ja. Dat is ook stom. Dus dan kijk je zo, en denk je ja. Maar, en nu moest ik dus zeggen: Nou, kijk, liefje, ik heb glijmiddel. En ik vond dat ook. Het haalde eigenlijk. Het heeft een beetje in het begin mijn, mijn vrijheid in het vrije weggehaald. Maar Je hoort wel vrouwen zeggen dat die doen daar helemaal niet moeilijk over nee, doen. Dus dat is duurlijk. juist leuk, lekker glijmiddel erbij, huppakee. Who cares? Nee, ik vond dat heel gênant. En ik heb, ik heb inderdaad wat gedronken van tevoren. Dus misschien was ik ook een beetje dronken. <laughs> dat is een ladderend wijf. Picture this. En ik... Zeg dus kijk, ik had ook de leuke kleur als <laughs> Het Ook knalroze. Ik zeg zo, ik heb een glijmiddel. Maar hij deed dat heel lief. Als hij u? reageerde. Nou, dus ik ging dat dan maar de omsmeren zo van en bij mezelf. Ja, je moet het allemaal. Het is een beetje technisch uh, gebeuren. En toen gingen we vrij en dat was heel fijn. Hey, dus het had goed zettend veel effect. positief effect. En hij vond het ook heel fijn. Ja, en ik want het, ben Want je bent inderdaad te droog. Dus als ik Mirjam dan advies uh, zou kunnen geven, dus ga niet naar een sekshop. bestel het gewoon even lekker online. Ja, heel simpel. Ofwel, misschien vindt zij het heel leuk. Want daar wil ik nog wel iets over zeggen. Oh, helemaal, ja, ik, seksualiteit ja. is iets wat je. Uh, ze heeft een partner, dat is duidelijk. Ja. Ze, ze is al een tijdje met iemand. En uh, misschien is ook een tip voor Mirjam, zat ik net te denken. Misschien doen ze het altijd op dezelfde manier. Mm -hmm. is, dat is seks een soort standaard. Riedel, ja. of zo geworden en dat zou kunnen. Het, het zou kunnen dat zij dat niet meer prettig vindt, want ze zegt nu wel mijn libido's weg, maar het kan ook dat ze denkt: Ik vind dit gewoon niet meer leuk, maar dat moet je ook maar durven. Zegt ze eigenlijk: Ik vind dit al heel lang niet meer leuk. Dat kan ook. Ja, dat kan heel goed. Dus dat is wel iets, vind ik altijd. Van moet je ook durven. Hè? We hebben het er elke ja. keer over dat je moet communiceren. Maar dit is ook al naar jezelf toe. Ga eens na of dit nog is wat je eigenlijk echt fijn vond en fijn ja. vindt. Ja, en, maar er is een, een fabel. Hè? Dus dat moeten we even uit de, uit de lucht helpen. Vrouwen denken, omdat wij dus die klachten krijgen: vaginale droogheid en uh, droge ogen en whatever. Dat je dus niet meer kan vrijen. Maar wat, uh, wat altijd hetzelfde blijft, is het opwindingsvocht. Uh -huh. En vrouwen denken dan hè, huh? maar dat is gewoon zo. Dus waar gaat het over? Vrouwen raken niet opgewonden. En daar heb je misschien meer tijd voor nodig. Uh, wat ik net zei, misschien moet je iets anders gaan doen. Dan moet je liefst met elkaar gaan praten over. heb je eigenlijk een andere fantasie of whatever. En dan vind je misschien net zo awkward als wat jij net allemaal vertelt. Maar uh, het opwindingsvocht blijft precies hetzelfde. Tot op hoge, hoge leeftijd. Hoge leeftijd. Ja, dat is en vrouwen mogen dat dus ook niet, vind ik, vingertje erbij. Ja. niet als excuus gebruiken. Ja, schat, nee, dat kan niet meer, want ik ben te droog. Nee. Dat is niet waar. Je bent niet opgewonden. En dat is waar het over gaat. Dus als je niet meer opgewonden wordt, dan moet je zorgen dat je het weer wel wordt. En dat is. Maar bij Mirjam heb ik wel het gevoel, want zij zegt wel van, ik heb ja, ben ik doe ik zo er benieuwd veel naar. aan. Ja. En dat is toch, en dan ga ik weer even terug naar Reference uh, Man. Daar wordt ja. het dus ook gezegd dat de medische wetenschap echt dus op die blanke man van tussen de 20 en 40. Ja. En dat de medicijnen, want ze heeft een open openhartoperatie gehad. Dat de dosering vaak veel te hoog is. En dat kan dus ook je libido weghalen. Er zit ook letterlijk een vrouw. die heeft een hartinfarct gehad. en kreeg daarna medicijnen. enorme bijwerkingen. Ja. En is weer terug naar haar arts gegaan. en heeft het laten onderzoeken. en haar dosering is verlaagd. Dus Na drie kan... jaar? Na drie jaar. Dat je ook denkt. Jee. maar dat kan dus ja. ook met Mirjam aan de hand zijn. Dus ik zou sowieso dit gaan bespreken. met je behandelend arts. Ja. Want. Wat, wat Tony wel goed zei trouwens, is dat ja. uh, hij zegt te makkelijk stop met bepaalde geneesmiddelen. Dat kan maar, niet zo. Je kan maar je kunt het wel laten checken. En misschien de dosering uh, laten verlagen. Maar dat moet je natuurlijk niet op eigen houtje doen. Dat moet je dus met je arts gaan doen, alsjeblieft. Want er is veel meer inderdaad wat je kan doen. Ja. Mirjam. Mirjam, zeker. Uh, korte termijn, laten we even naar de korte termijn kijken. Wat zou ze kunnen doen? Ja, nou ja, die tips van. Tony. Tony waren misschien toch niet helemaal verkeerd. In een beetje een andere context. Dat glaasje wijn hielp jou ook. Zeker. Toch? Ja, dacht ik ook. Dat moet ik toegeven. Ja. <laughs> um, open en eerlijk naar je partner is dus eigenlijk heel belangrijk. Ja. En dat kun je ook. Maar de, we gingen even naar de korte termijn. Ja. Als je het vuurtje, het seksuele vuurtje, niet brandend houdt. Dan gaat het echt weg. Ja. En dan kan je wel eens nooit meer seks hebben. Want ja. dan heb je er gewoon geen zin meer in. Ja. Dus je moet wel actief iets gaan doen. En ook al heeft Mirjam al veel geprobeerd gaan ja. we toch nog? Nou ja, en misschien zit het hem eerst in dat je denkt: ook oh, moet meteen seks hebben. Die intimiteit is ook heel belangrijk. Ga wat meer knuffelen, strelen, uh, kussen. Misschien zit en en gaat dat vuurtje dan weer langzaam aan. Het is Van sowieso ook, dat vrouwen eigenlijk wat uh, hormoon Van, missen. We. De seksuele opwinding begint bij een vrouw in het hoofd ja. en zakt dan naar beneden. Bij mannen staat helaas net andersom. En wij vrouwen, ouder wordende vrouwen, hebben meer behoefte aan intimiteit. Precies. En rust. En vanuit die rust kunnen wij weer seksueel opgewonden raken. En ik denk dat het heel goed is voor Mirjam om te kijken naar haar leven. Heeft ze niet te veel ballen in de lucht? Heeft ze niet te veel stress? Want dat is ook zo grappig bij mannen: die hebben stress en denken lekker seks en dan val ik lekker in slaap. Ja. Vrouwen denken: ja, wat de fuck, ik heb stress. Ik wil helemaal geen seks. Nee. En liggen dus wakker. En daarna helemaal dan denken ze: nee, lekker dan. Jij bent nu in slaap gevallen, lig ik weer te piekeren. Ja klonk heel erg goed van mij was. Even. Misschien maar is je je het goed. Ja. <laughs> nou ja, in ieder geval dat soort dingen. En uh, de allerbeste oplossing is denk ik. Uh, weg, bij nee, weg bij je man. weg bij je man. <laughs> <laughs> dat heb je nergens last van. Maar masturberen is ook wel een ding hoor. Ja, maar dat is zelfseks. Ja, dat is dus dat. Schoon. Dan... Dus ook dat vrouwtje nou, aan dat vrouwen eigenlijk. Uh, weer Jos Teunis, die zegt echt letterlijk. De meeste vrouwen hebben geen idee. wat zij eigenlijk zelf lekker vinden. Ja. Dus er is nog een hoop te doen. We hopen dat Miriam hier iets aan heeft, want ze zegt ik doe al heel veel, maar wij weten natuurlijk niet of, dat dit, of ze dit allemaal al gedaan heeft. Dus misschien kan ze dat nog even laten weten aan ons, of ze hier blij mee is. Ja, um, ja en Tantra is ook, schijnt ook heel wat. <laughs> ja? Nee, je komt nou, altijd met hele leuke dingen. Ja, tantra, dat, daar een heb je geen van. ervaring mee. Oh, dan heeft Miriam daar nu helemaal niks aan. Maar het is leuk om je daar eens in te verdiepen misschien en dan later daarop terug te komen. Oh ja, ervaringsdeskundige. En voor nu glijmiddelpij. Glijmiddel kopen. Online bestellen. Online. Graag. Leer van mij. Wijf. Volgens mij, oud wijf. <laughs> Leer Hoezo? van mij. Le nou ja. Nee, nee, je hebt helemaal gelijk. Ik vond ze. Uh, ik, uh, ik hoop dat ze er blij mee is. Ik ook. Spannend. Dus ja, um, um, ik zou zeggen, um, uh, <laughs> Ja. Kom, zo, heb jij nou een ja. black-out? Ja. Nou, het is meer dat ik denk, hier kunnen we nog heel vaak over oh, veel langer over praten. Ook. Want ik heb me best wel voorbereid. Oh ik ja. Natuurlijk van Tony al, want die had hij al gemaild. Ja. En ik heb een hele lijst met allemaal onderwerpen die waar we nog veel dieper op in kunnen. Nou, maken. dat uh, dan hopen we komende goede... nog klachten. Als je seksuele klachten hebt, kom naar ons. Ja. Dat is eigenlijk de oproep weer altijd. En uh, beoordeel ons met sterren. Oh ja. Op Spotify en oh. Apple. Apple. Dat is heel leuk, want dan kunnen jullie ons ook beter en sneller vinden. En we zijn ook te zien, te zien op YouTube. Ja, daar Die kan je weet. abonneren. Misschien moeten we daar de volgende keer een beetje of op nadenken. nadenken. Dat we ons iets meer opmaken. Oh, oh, en ja, zo. Ja, ja, sorry. Ja, ja, ja. nou. oh. nou. Kusje Kus erop. Op.